Het is de vrijgezellenavond van Zerlina. Ze gaat trouwen met Massetto, maar dan ontmoet ze de eeuwige vrouwenversierder Don Giovanni. Ze is best wel een vrij spirit, om zo te zeggen. En vindt het ook wel leuk om een beetje met Don Giovanni te flirten en kijken tot hoever ze dat kan navolgen en kijken wat er daarmee kan gebeuren. Don Giovanni is nogal een interessante type. Hij is heel extrovert en anders dan iedereen die zij kent, denk ik. Hij is zelf ook een flirt, hij is grappig, hij is spannend. Geen één moment is hetzelfde als het moment daarvoor. Dat vindt ze erg leuk. Zerlina wordt normaal gecast als een boerenmeisje. Maar de regisseur Guy Joosten heeft haar rol een heel andere invulling gegeven. De manier waarop Guy Joosten het regisseert is zo dat Zerlina niet alleen een slachtoffer is van Don Giovanni's geflirt en advances, zullen we maar zeggen. Maar zij is eigenlijk een tweede Don Giovanni in de maak. Dus ze leert heel snel van hem. Ze neemt ook dingen van hem over, trucjes over. En het zou wel eens kunnen zijn dat ze ergens in 5 jaar misschien de vrouwelijke Don Giovanni wordt. In deze productie kiest Guy Joosten voor theater in theater. Voor mij is het eigenlijk altijd belangrijk geweest Don Giovanni heel duidelijk te presenteren als een theaterfiguur. Het is een figuur die eigenlijk alleen maar bij de gratie van het theater leeft. Het is een theatermythe ook. En als Giovanni uit het stuk verdwijnt, en dat doet hij eigenlijk voor het einde al, dan zie je ook dat alle andere karakters in het stuk hun perspectief in het theater verloren hebben. Ze hebben eigenlijk geen enkel doel meer. Iedereen valt of staat eigenlijk bij de gratie van Don Giovanni. Wat opvalt is dat Mozart aan Don Giovanni op muzikaal vlak slechts 2 kleine arias heeft gegeven. En voor de rest horen we hem enkel in ensembles. Ik denk dat het ook te maken heeft met het geheim van Giovanni, met het feit dat hij ontastbaar is. Want dat wat hij dan ook nog zegt in die 2 kleine ariatjes, ja, daar zegt hij niks over zichzelf. Hij bejubelt de kracht en het levendige van de champagne en hij roept op om verder te feesten, maar verder eigenlijk helemaal niets. Over zijn eigen zijn, over zijn eigen zielenroerselen, krijgen we niets te weten, alleen maar en altijd maar opnieuw in confrontatie met de figuur van Donna. Je kan Don Giovanni nog tot 2 april gaan bekijken in de Vlaamse Opera in Antwerpen.